Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben er vandaag met Rollercoaster Tycoon 2 met Ido. Hallo! Ja, en we zijn er vandaag weer. Wacht, was jij bezig met de achtbaan de vorige keer of was ik dat? Nee, volgens mij was ik dat. Als ik het goed heb. Nee, dat was ik. Zeker? Nee. Want er staat toch een onafgemaakte achtbaan en volgens mij was ik daarmee bezig. Weet jij dat heel zeker? Telt 95% zekerheid ook, dan ja. Nee. Nou, in ieder geval... Wacht even, ik voel een boer opkomen, wacht even. Rip. Nee, dat komt niet. Oh. Dat is... Of toch wel? Of toch niet? Oh, netwerk is zo goed. We hebben allemaal dan voldoende. Ja, precies. Behalen we jij. Nou, ik ga wel gewoon verder met die achtbaan. Andere helft. Hey, ik heb een ontvangstbewijsje binnen. Dat is fijn. Van PayPal. Maar hij is alleen niet afkomstig van PayPal. Wat? Er zat een E te veel voor. Er zat dus een PayPal met een E ervoor. Logica. En het is ook niet .com, maar .show. Logische website. Motherfuckers. Ik ruik bedorven vis. Je ruikt bedorven vis, leg uit. Fishing. Oh. Ik vond het al zo vaag, ik dacht van, hè? Maar misschien dat ik beter eventjes... Rotten fish. Ido, is het een goed idee als ik eventjes een lening eventjes doe? Zodat ik wat sneller met deze achtbaan klaar ben. No comments. Ja, dat zou toch wel moeten, maar we verdienen ook extra geld eraan. Ja, oké. Okay. Doe ik wel gewoon even 2000, dan heb ik wel een budget. Maar oké. Okay. Twee? Ja. Jezus, stop met berichten sturen! Sorry. Oh, wacht, nu kan ik eigenlijk Fortnite of 4K spelen. Als je dat ding hebt, wel ja. Ja. Mensen die niet weten, ik heb een nieuwe grafische kaart besteld. In alle hoofden zeker, dat ding werkt op mijn PC. Want Mark doet systeembeheer en hij kon me niet helpen met mijn vragen. Omdat de vragen namelijk te specifiek waren. Ja. Om zo te kunnen beantwoorden. Nou ja, ik heb zeg ook wel een prestatie om zulke vragen te kunnen stellen. Ja. Kijk, en zie je nou waarom ik 2000 zei? Omdat we nu nog 800 euro hebben. Oh my god. Oh, ik kan ook geen looping maken, dat is jammer. Wel een fotogedeelte? Ja, dat wel. Gelukkig. Oeh. Wow. Het zou fijn zijn als het ding even verder wil werken. Dat is zeker wel handig, want als ik van de zomer wil gaan livestreamen. Ja, dan komt het wel heel goed uit. Dat is heel mooi, jongetje. Ja. Ido, hoeveel doekoes heb je op het moment in de game? Een bepaald bedrag voor de euro. Te rekenen. Dat is niet specifiek, maar oké. Okay. Ik doe er maar weer mee. Ik wil zo vertellen dat de waarde een dubbel. Maar er staat nu wel een streepje voor. Nou, ik wacht wel even, want mij staat er gewoon dat ik 140 euro nog heb. Maar hey, sure. Dat zal waarschijnlijk niet het geval zijn bij jou. Ik maak de internetprijs van 30 euro. Ja, dat kan. Ik voel een hik aankomen. Oh, help. Nee, deze komt niet. Gaat weer weg. Heb je zeker eens geen 182 euro's? Sorry, sommige mensen zijn skeer. Oh, nu wel. Oh my god. En nu moet hij de andere kant weer op. Dan kan ik eindelijk mijn meesterplan doen. Wacht, heb ik een meesterplan? Zo.
Zo. Sorry, ik stik al in het idee van jou. En het is wel komisch dat we gelijk op hetzelfde moment zaten te hoesten. Dat is wel heel komisch. Ja, ik moest ook hoesten. Jij en de meeste plannen hebben met een achtbaan bouwen. Ja, je weet hoe fout sommige dingen wel niet kunnen gaan. Zelfs met het testen met de... Ik denk dat jij een achtbaan bouwen met een masterplan, dat er geen goede combi is. Nou jongens, dan weten jullie ook weer hoe hoog Idos vertrouwen in mij is. Nee, maar ik zie jou gewoon een achtbaan bouwen die begint bij de ene kant van het park. En gewoon het hele park zo doorgaat. Met elk één hoekje verder. Eén bochtje verder, bochtje verder, bochtje verder, bochtje verder, bochtje verder. En dan eigenlijk één klein dingetje, 3 meter naar beneden om dan ook het hele park rond te gaan. Dat zal een plan zijn. Als ik gewoon unlimited money heb. En als dat gewoon eens een keer. Als ik me gewoon keihard verveel in de vakantie, laat ik maar zeggen. Ik heb er al lang een automatisch script voor gekregen. Dat kan ook. Nou, nog even een hellingje maken? Nee. Laat ik dat maar niet doen. Laat ik wel gewoon. Nee, doe maar niet. We moeten zo snel mogelijk iets verdienen. We need the money. Money, money, money. It's so funny in a rich man's world. Sorry jongens van de ramen. Mijn verzekering vergoedt niks. Die van mij ook niet. Goedemorgen. Jezus Christus, voor je een keer wakker. Ah, ik ben al sinds 6:30 wakker hoor. Dat kan ik zeggen. Dan was ik eerder vandaag. Hoe laat? 5:00. Gast, slaap jij überhaupt wel? Volgens mijn horloge sliep ik pas... Godverdomme, laat ik iets microfoon even aan de kant zetten. volgens mijn horloge sliep ik pas zo rond 1:00 of... Was het 1 of zo? Van 1 tot 5. Nou, heb je lang geslapen. Echt. Dat draai ik gewoon de hele dag op. Ja, jij wel. Jij bent wel zo'n stuiterbal die zo doorgaat de hele dag, maar... Voor andere mensen, nee. Laat mij af en toe zo'n blij ei zijn. Nou, dan ben je al te vaak, maar oké, dat maakt niet uit. We need more money. Dat... Nee hoor. Jawel, ik heb meer money nodig. 450. Heb je 350? Wat? 400. Nou, zoveel. Dan heb je bijna 500, dus je kan doorbouwen. Nou, bij mij niet. Dan heb ik maar 166 euro. 169, laat ik maar zeggen. Dus iedere keer als ik geld binnen heb, dan kan ik pas wat. Ik heb een grasmaaien. Je doet maar. Let op. Boom! Wauw. Ding. Boom, boom. Boom, 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 boom. Maar geen snel hoor. Het ziet er al gelijk een stuk mooier uit hier. We zien, gelijk weer een bochtje maken. Blokken. Zal ik hem nu gaan testen? Nee. Kan dat überhaupt wel? Tuurlijk niet. Dat ding is helemaal niet af. Dan verwacht jij dat je hem ook kunt testen? Nou, nee. In een versie hierna wel, rollercoaster. Ja, oké. Okay. Dat is een ander verhaal. Daar hebben we het niet over. Maar hoe gaat het met onze parkour eigenlijk? Dat weet ik niet. De 3000 bezoekers hebben in jaar 4. 3000? Ja. Zal ik de achtbaan even afbouwen? Ja, dat is goed. Dan. Wil jij de paden? Ik ga eerst wel eens even reconnecten. Zo, ben hem hier. Ik heb dus eventjes de game herstart. En dan ga ik even gelijk de paden even aanregelen. Oh god, gelijk weer de netwerkdisorganisaties. Yay. Wow.
I like that. But I do not. Kunnen we gelijk zo ook wel weer de leerlingen afbetalen, denk ik. Yay, hij haalt. Maar het maakt mij niet zo lang. Ja, ja, zo, dat is goed. Als jij pas een pad aan het toelegt, dan zet ik ervoor een Jurpa. Oh, we hebben geen geld. Jee, of toch wel? Jawel. Ik vind het maar wel dat bouw je niet. Ik vind het wel een mooi achtbaantje hoor. De laatste twee stukjes. Maar losgooien? Ja. Nu kan je. Ja, maar dat die ketting niet sneller kan. Ja. Wil jij de prullenbakken buiten de bankjes? Oké. Okay. Doe gelijk eventjes de wachtrij tv'tjes. Ja, ik zie dat je best wel gaan zeuren, dus dan hebben ze het wist. Nou, moet je die andere achtman ook meteen even doen? Oké. Okay. Oh ja, daar staat ook een hele lange wachtrij. Oef. Oef, zij het nou eens in het voorhuis. Zoiets? Wat was een heel ander liedje? Nou, ach, maar doet het goed. Om de 30 seconden gaat een treintje, dat denk ik voor zat. Ja. Omdat die kettinglint echt wel lachelijk lang is. Hoe hoog is dat ding? 18 meter of zo. Kijk, 18. Maar kijk, hij heeft maar één helling. Hij heeft dan nog zo'n, ja, hoe noem je zo'n soort keukentrekker of zo. En een voortgedeelte. Nou, dat zit eigenlijk. Ja, hij heeft eigenlijk twee hellingen. De helling is. Eentje gelijk naar de eerste helling. Maar ja, dat kan ook allemaal. Broem, baby, broem. Nee, dat was. Niet vroom. Nee, wat is dat? Baby car? Broem, vroom, vroom of zoiets? I don't know. Dat is wel heel erg out of topic. Ja, precies. Behalve, ik ga nu deze aflevering afsluiten. De volgende aflevering gaan we dus eventjes weer de lening afbetalen. En dan gaan we weer nieuwe attracties bouwen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like en abonneer even op ons kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later. Tjus.